zitten in het fijnmechanisch plaat- en constructiewerk, zoals ze ze mooi noemen. En concreet houdt erin dat we dus leverancier zijn van producten aan andere bedrijven. We zitten dus in de business-to-business markt. Ik denk dat wij redelijk laagdrempelig zijn. We hebben een platte organisatie en we doen eigenlijk wel wat we zeggen. En bij ons zijn de lijnen heel erg kort. Dus wat iemand wil, dat zou zomaar eens een week later opgehaald kunnen worden door door een vrachtwagen of door DHL of UPS. We hebben een hoogwaardig machinepark, wat toegankelijk is door onze platte organisatie. Ja, we hebben onlangs nog geïnvesteerd in nieuwbouw om ons machinepark ruimte te geven. Want ja, wij hebben machines, maar we doen nooit graag oude weg. Wij willen het zoveel mogelijk kunnen betekenen voor in onze branche. En daar houdt in natuurlijk dat we ruimte nodig hebben. En daar hebben we laatst nog in geïnvesteerd om te zorgen dat we dat ook kunnen en blijven benutten. Onze klanten zijn zeer divers. We hebben multinationals als klant en mensen hier op de hoek. Een bakker die bijvoorbeeld een onderstel nodig heeft, die komt hier ook zelf binnenlopen en die zegt van nou kun je dit of dat voor mij maken. Voorbeelden van multinationals zijn onder andere Bosch, ASML, BTI. Verder de lokale bedrijven hier die verwantschap hebben met ons, die weten de weg inmiddels wel te vinden naar TVP. Midden-Blamenpoort is een goede locatie naar mijn mening. Dat heeft als eerste te maken met de ligging. Die is uitermate goed. Aan de snelweg, dicht bij de kern van het dorp. De tweede reden is dat het een mooi nieuw industrieterrein is, waar mooie bedrijven op staan. Verder vind ik de beveiliging, spreek me wel aan met de toegangspoorten en de camera's en zo. Ik zit zelfs in het bestuur om te zorgen dat het zo blijft. Dus vandaar dat ik wel enthousiast ben over Midden-Brabantpoort.